Vanaf de Spin Awards Inspiration Days van harte welkom namens Adobe en Sanoma Digital hier in Pakhuis de Zwijger. En in deze talkshow gaan we het dus hebben over, laat ik het maar samenvatten als kennis. We hebben het hier over de creatieve industrie. Het ontwikkelt zich sneller dan het licht, zo sprak iemand ooit met een boek volgens mij. Dus hoe hou je dat bij als het gaat om kennis en informatie, zowel vanuit opdrachtgeversperspectief als vanuit bureauperspectief. Daarvoor drie gasten bij mij aan tafel, om met de dame maar heel netjes te beginnen. Annemarie Hazenberg, zeg even kort wat jij met training en kennis te maken hebt. Ik ben Annemarie Hazenberg van Numedia Brains. En Numedia Brains is een platform waarbij we practica-workshops organiseren om met name de doelgroep communicatiemensen uit het bedrijfsleven en overheid meer kennis te geven op het gebied van hoe ze cross-media en nieuwe media beter kunnen inzetten. Oké, helder. Kom zo meteen op terug. Mark de Koning, Lectric, een grote speler als het gaat om training en opleidingen. Terwijl Ime Bosna met appels gaat gooien buiten de camera. Maar dat maakt allemaal niet uit. Mark de Koning, Lectric. Ja, Mark de Koning, Lectric. Met onze opleiding helpen we eigenlijk, kort gezegd, mensen, organisaties verder met internet. En een hele grote partij, mensen die we mij verder helpen, zijn marketeers. En dat zijn denk ik de creatieven binnen een organisatie. Dus ook aan opdrachtgeverszijde veel, zeg maar jullie klanditie zit veel aan opdrachtgeverszijde. Ja. Of zijn het ook professionals vanuit de bureauwereld? Nee, mijn mening daarover is dat heel erg ook autodidacten zijn. Die ontwikkelen zich in een vak. En ik zie zelf heel erg veel ontwikkelingspotentieel aan de opdrachtgeverskant. Leuk, wil je zo meteen een vraag over stellen. Je bent van Sanoma Digital, Business Development Manager, maar je hebt zijdelings of indirect. Kun je uitleggen wat jouw link is met opleiding of met training of met kennis? Ja, ik ben betrokken bij interne opleidingen en bij de SRM-opleiding die wij aan adverteerders bieden. Opleiding in digitale communicatie. En verder ben ik nog jurylid Jong Talent. Ja, precies, want dat vind ik ook zo mooi. Laten we daar eens mee beginnen, want dan koppel ik die opmerking voor jou met de bruggetje naar Jong Talent. Hoe zijn wij nog in staat om jong talent op te richten of om jong talent op te leiden en kennis mee te geven? Of zeg je van nou nee, bullshit, die leren het zelf wel? Wat is jouw mening erover? Nou, geen bullshit, want iedereen heeft natuurlijk een basis nodig. Maar op een gegeven moment als die mensen op niveau komen, dan moeten die gaan. En dan denk ik dat die het best gedijen bij creatieve opdrachtgevers die daarin meegaan. Hmm. En in ieder geval, dat zou mijn ideaal plaatje zijn. Denk jij niet dat er voor jong talent gewoon fatsoenlijke opleidingen zouden moeten zijn? Ik denk dat die opleidingen er zouden moeten zijn, ja. Wat ik nu zie is heel veel verschil in het talent, in het jong talent, ook wat wij aannemen of als stagiaires of bij de inzendingen voor de Spin Awards. Mm-hmm. Dus heel veel verschil en ik denk dat het met name de ondernemende, zeg maar, autodidacten zijn die er boven uitspringen. Ja. En niet zozeer mensen die bij een goede opleiding hebben gezeten, want nee. Ik vind dat de opleidingen het nog een beetje laten afweten. Annemarie, als we naar jou kijken, hoe is het kennisniveau als je kijkt naar jouw cursisten? Want wat voor type schetsen ze een profiel van de cursisten? De cursist die bij ons in de workshop zit, dat is een communicatie of een marketing of een beleids- of een projectmedewerker binnen het bedrijfsleven of overheid. Die weinig tot geen kennis heeft van gebruik van nieuwe media. Die wel kennis heeft van communicatie of van hoe je een project moet leiden, mm-hmm. maar geen idee. Echt werkelijk geen idee van soms hoe een website interactief zijn doel kan. En waarom komen ze naar zo'n workshop toe? Ik kan me voorstellen dat ze zoiets hebben van laat maar dan, dat er een soort angst in zit. Twee redenen. Eén reden is dat ze werken met bureaus, met marketing of reclamebureaus. En ze die niet meer goed begrijpen. Men begrijpt ook al niet. Ze willen eigenlijk kennis opdoen om hun bureau beter te kunnen briefen. Ja. Niet de zoveelste website die een jaar lang ontwikkeld wordt en een zeperd blijkt. En waar heel veel geld in is gestopt. En uiteindelijk beide partijen niet blij van worden. Mm-hmm. Dus de bureaus zijn ook blij als die mensen wat meer kennis hebben opgedaan. En anderzijds dat ze zeggen, ja, maar wij willen het misschien ook wel een beetje zelf doen. Of zelf onderhouden, omdat het leuk is om te doen. En zij ook afhankelijk van de generatie kinderen hebben die ze kunnen er niet meer omheen, dus blijkbaar. Hun eigen kinderen zeggen van, maar ma of pa, waarom twitter je niet? Of waarom gebruiken jullie dat op je werk niet? Ja. Hoe zie jij het niveau van jouw cursisten? Qua opleidingsniveau goed, maar zeer onervaren op online vlak. Dus ik herken me heel erg in jouw opmerking. We praten 2010, hè, voor alle duidelijkheid. We praten 2010 en ik denk door het vak waarin we zitten,
dat we vaak verbaasd om ons heen kijken van, jongens, er zijn nog veel mensen die van ver moeten komen. Maar dat is wel gewoon de realiteit. Met andere woorden, ik roep ook vaak, jongens, overschat onze deelnemers, onze cursisten niet. Want dat zijn gewoon goede mensen met veel niveau. Maar we lopen voorop. Wij zijn misschien als industrie wel beroepsgedeformeerd. Dat wij alles wat wij hier twee dagen zien op de spinnenwoord, dat wij denken, hey, been there, done that. En we praten hier in een jargon waarvan de gemiddelde opdrachtgever, zeg jij, nog grote moeite heeft om dat te volgen. Ja. Wat zijn populaire opleidingen binnen jullie portfolio? Om hierop voor te beduren, dat is op dit moment de Next Marketeer. Dat is echt een opleiding die de brug slaat tussen de oude en de nieuwe marketing. Ja. En daar ook neerzet dat geen van twee is goed of slecht. Maar de combinatie is duidelijk de grote motor. Ja. Is het belang zo groot? Is dat de reden waarom jullie intern? Want jullie, hoe ziet dat interne opleidingsprogramma eruit? Nou, bij ons geldt het ook wel heel erg om de traditionele uitgeverij beter kennis te laten nemen met de digitale wereld. De printmannen en vrouwen? Absoluut. Dus dat is belangrijk. Ja. Maar we geven inderdaad ook kennis graag over aan onze adverteerders. Om hun zeg maar te leren hoe ze zeg maar digitale communicatie kunnen inzetten. En is dat ook een goede manier om nieuw business te genereren? Je nodigt je prospects uit voor een kennissessie? Nou ja, als ze beter op de hoogte zijn van wat er kan, ja, dan zullen ze misschien ook eerder dat soort middelen inzetten. Ja. Als we nou eens kijken naar, ik zie wel overlap, hier komt een eenduidig verhaal uit. Het niveau laat nog te wensen over, dat betekent praktische cursussen waarschijnlijk, ja. Hands-on. Een partij als Sanoma die heel duidelijk dat intern oplost. Wat is eigenlijk een boodschap die, dat is misschien een tegenstrijdige boodschap dat jullie je eigen programma draaien, maar wat kan de reguliere onderwijswereld hier van leren? Lees de traditionele. Mensen gaan toch na de middelbare school een volledige studie doen. Waarom zit dan de disciplines die jullie nu geven, waarom zitten die daar zo weinig in? Ja, ik denk dat het toch vaak curricula zijn die zeg maar lang hetzelfde blijven, niet snel veranderen. En je ziet dat de bewegingen in de markt zo snel zijn dat die instituten zich niet snel kunnen aanpassen. Mm. En ik wilde op een gegeven moment stagiaire aannemen die iPhone-apps kon gaan bouwen. Kreeg ik als antwoord, ja, maar de Apple SDK wordt nog niet onderwezen. Nou ja, dat vind ik wel een teken. Is dus de toekomst voor beroepsopleidingen en beroepscursussen, ligt die bij jullie? Omdat jullie veel sneller kunnen schakelen op wat er relevant is en wat er in de markt gebeurt? Met de directe vertaling naar het bedrijfsleven wel, denk ik. Mm. Ik denk dat de reguliere opleiding voor de mensen die klaargestoomd worden om het bedrijfsleven in te gaan, die lopen altijd een paar jaar achter. En tot slot, Electric, in hoeverre is het dan van belang dat jullie cursussen een stempel krijgen? Oftewel echt gaan concurreren met een reguliere opleiding? Ik denk dat het erg belangrijk is, ook om wildgroei in opleiders te voorkomen. Ja. Ik ben niet tegen concurrenten, sterker nog. Fijn. Concurrenten maken de markt, zoals men wel zegt. Ja, met z'n allen helpen die markt vooruit. Maar onderscheid is wel belangrijk, dat het duidelijk is van waar je een bepaald niveau bereikt. En welke mensen met welke opleiding op hun cv een streepje voor hebben. Ja. Helder. Herman Kienhuis en Mark Annemarie, dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn. En dank je wel voor het kijken. Dag. Ja.